And the best of them all is Agent 47. We staan hier bij Hitman. Peter heeft de eer gehad om het te mogen spelen. En je hebt een level gespeeld, een missie als het ware. Kun je mij vertellen hoe dat precies in zijn werk ging? Ik wil eerst even wat kwijt over Hitman. Even een dingetje. Want ik weet dat heel veel van jullie hetzelfde voelen als ik bij de vorige Hitman. Ik heb de eerste twee episodes echt kapot gespeeld. Ik vond het echt een fantastische game. Alleen omdat die game episodic uitkwam, was ik op een gegeven moment bij episode 3 en 4, was ik het gewoon vergeten, zat ik er niet meer in, weet je wel. En dat is zo zonde, want ik heb nou Hitman 2 gespeeld, die waarschijnlijk weer episodic gaat verschijnen, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Ik heb nou Hitman 2 gespeeld en het nieuwe level wat ik heb gespeeld, het is, die Hitman games zitten zo goed in elkaar. Het is echt, als je van een beetje ouderwetse, nou ja, ik wil niet ouderwetse noemen, maar ouderwetse stealthy gameplay, singleplayer ervaring houdt, dan is Hitman echt je plek om te zijn. Het is zo goed uitgewerkt en het kan allemaal op zoveel manieren. Dude. Ja, kun je iets meer vertellen over dan de missie die je gespeeld hebt? Wat heb je gezien? Ja. En wat waren de vernieuwende features van deze Hitman? Ja, dat is dus het leuke. Hitman neemt je altijd mee naar hele bijzondere plekken. Weet je, of het nou ergens in Mexico is of in Marokko of whatever. Nu waren we op een racetrack. Er was een racetrack. Ja, een racetrack. Max Verstappen was nog net klaar met zijn proefje. Voilà, het was geen Formule 1, maar het was wel een race. En echt op die racetrack reed iemand rond die jij moest omleggen. Een coureur, Sierra Knox, zo heet ze. En ze haar moet je omleggen. Dat is dus je doel. En vervolgens komen dus de missie in het spel in. Maar omdat we dus maar een half uur hadden, zit ik dus naast een developer die mij dus een route gaat noemen. Maar die developer was super blij met mij, want ik was continu andere routes aan het bekijken. Want ja, maar kan ik niet gewoon dat doen? Maar kan ik niet gewoon dat doen? Maar wat het tof is in Hitman is dat als je dus op zo'n racetrack staat, dan kom je dus de gekste mensen tegen. Bijvoorbeeld, daar is hij heel erg groot liefhebber van, heel veel mascottes. Ja, geweldig. Ja. Dieren pakken. Ja. Let's go. Dus wat ik gelijk dacht, we moeten in zo'n mascottepak gaan. Want dan kun je overal heen. En dan kan je iemand omleggen. Maar je hebt het niet verkocht aan Hitman, toch wel? Dat wij als mascottepakken moeten rondlopen op de redactie. Nee, daar heb ik eigenlijk mijn mond over gehouden. Maar goed, maar hij zegt, nee, dat kan ook. Maar je moet even een andere route volgen. Want dat is de route die ze voor deze demo hebben bedacht. En anders ben ik natuurlijk uren bezig. Want het is, ja, dat kan zeker. Want alles kan in Hitman, weet je. Dat is zo fijn. Dus je komt eerst aan daar. En dan moet je eerst naar de VIP-ruimte. Nee, je kan zelf niet naar de VIP-ruimte. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar de kelder. En in de kelder zit de security. Bij de security doe je een bewaker omleggen. En je pakt het bewakerspak doe je aan. En dan kan je naar de VIP's. Nieuw in de game is overigens dat je er ook bij die bewakers, als je een bewakersruimte vindt, kun je alle camera's ook uitzetten. Wat het veel makkelijker maakt. Want camera's zijn belangrijker dan ooit. Want mensen kunnen je nu zien. En camera's kunnen je ook zien door spiegels. Wauw! Spiegels? Ja, stel je voor iemand is zijn handen aan het wassen, kijkt naar zichzelf in de spiegel en jij bent daarachter, ben je iemand aan het omleggen. Dan ziet hij dat. Dat is toch best wel vet, of niet? Eigenlijk best wel logisch. Best wel realistisch. Heel realistisch, maar dat zat er nog niet in. Je ziet ook, er wordt beter op de grond laten zien waar camera's je wel zien. Je hebt natuurlijk ook een soort epic vision waar je tegenstanders kunt zien. Oké, nou vervolgens de VIP-ruimte. Vervolgens moest ik zeg maar me verkleden als een mechanic. Die mechanic moest ik vergiftigen met rattengif. Nou, dat kennen we uit het vorige deel. En vervolgens als mechanic kun je dan in de paddocks en dan kun je een bom planten in de auto van die chick. En als die dan langs je rijdt, vanaf het VIP-deck kun je dan bam, de explosief af laten gaan en dan gaat ze dood. Nou, weet je, dat is Hitman. Er zijn heel veel manieren. Wij hebben één route gezien, maar ik zag sowieso al een paar manieren die mogelijk waren. En dat is wat Hitman zo tof maakt. En ik hoop zo, maar ik denk het niet, maar ik hoop zo dat hij niet episodic uitkomt. Want als ik dan deel 1 heb gespeeld, wil ik niet 3 maanden wachten voor het volgende episode. Want dan heb ik de interesse verloren. En dan is Red Dead Redemption uit. Of dan is, weet ik veel wat komt er volgend jaar Metro Exodus uit. Weet je, ik wil gewoon een Hitman 2 van voor tot eind spelen. Want die game is gewoon te goed en die verdient dat. Zo. Nee, maar echt, dit mooi. Is... Dit is zo'n passie. Maar dit is zo'n game waarvoor je op de E3 bent, weet je. Het is, natuurlijk kennen we het van vroeger, we hebben er nostalgische gevoelens bij. Dat is eigenlijk alleen maar een voordeel, we hebben er nostalgische gevoelens bij. Maar het is gewoon met de tech van nu. Er kan zoveel. Ze lieten me na de demo 10 manieren zien waarop je haar kon omleggen. Je had als sniper in de verte kunnen leren. Je had inderdaad in dat pak gekund. Je kan als security guard, je kunt als haar bodyguard. Je kunt van alles doen. En zij hoeft ook niet dood tijdens de race, weet je. Je kan ook een route bewandelen dat zij bij de prijsuitreiking, jee, en dat je het podium opblaast. Dat kan ook. Alles kan. En dat doen ze zo goed, die ontwikkelaars. Ik word daar zo blij van. En ze verdienen gewoon een full launch en geen episodic launch. Want dan raken mensen hun interesse en verliezen ze. Come on. Nou, conclusie. Hitman. Fantastische game. Hopelijk geen episodes. En we hopen op een hipster Hitman 3 te maken. Voor de mensen die niet weten, link in de beschrijving. Wij hebben ooit 2 hipster Hitman movies gemaakt met Gamersnet. We willen heel graag een hipster Hitman 3 maken. Dus Warner Brothers, nieuwe publisher. Als je kijkt... Krijgen we namelijk geld voor? Geld? Ja, wat doen we niet? Je haat toch kale mensen? Ja.